Hi allemaal, dit is even een extra video omdat ik jullie allemaal op de hoogte wil stellen van ja, wat er vorige week gebeurd is. En het is niet echt leuk nieuws en je kunt het eigenlijk al lezen in de titel. Maar Shebby is overleden en sorry dat ik moet huilen, want ik heb het eigenlijk nog geen één keer hardop gezegd. Shebby zou 19 jaar worden in april, dus hij is al zijn hele leven bij ons geweest en daarom hebben we het er ja, best wel moeilijk mee eigenlijk. Het ging eigenlijk al gewoon lekker hoor, maar nu ik er weer aan denk en over moet vertellen, dan komt alles weer een beetje terug. De video neem ik nu heel even op zonder Larissa, want Larissa is gewoon ja, hard aan het werk voor school en ik heb gewoon geen zin om haar in een negatieve sfeer te krijgen, want ik kan zich daarna niet meer concentreren. Maar goed, ik wilde het nog heel even op video vertellen, omdat de meeste van jullie die weten het waarschijnlijk wel via de blog of via Instagram of via Twitter, dat Shebby er niet meer is. Maar ik denk dat er ook een hele hoop mensen zijn die het misschien gemist hebben. En daarom bij deze wil ik het gaan vertellen. Jullie gaan Shebby niet meer terugzien in de vlogs. Ja, eventueel natuurlijk wel een fotootje af en toe. Maar ja. Nou, zoals jullie weten was Shebby behoorlijk oud. En hij was ook wel echt behoorlijk dement aan het worden. Als ik er zo aan terugdenk, dan is het eigenlijk wel redelijk geleidelijk gegaan met hoe die achteruit is gegaan. Alleen misschien de laatste dagen wel wat harder. Toen Larissa en ik terugkwamen uit Berlijn, toen ben ik eigenlijk meteen naar Shebby toe gegaan. Want ik wilde hem gewoon heel graag zien en ik had het gevoel dat er misschien iets aan de hand was. Maar voor mijn gevoel ging het wel goed met hem en hij was gewoon lekker aan het koelen en aan het spinnen. Maar wel heel erg rustig. En ik hoorde eigenlijk dat mijn moeder vertelde altijd dat hij juist heel erg onrustig was. Hij kon ook eigenlijk niks meer zien. Hij kon helemaal niks meer horen. Hij zakte helemaal door zijn pootjes heen. Dus hij was gewoon heel erg oud en best wel zwak. En de dag daarna had mijn moeder het erover dat het echt helemaal niet goed met hem ging. En ook Larissa die zei het in de app. Dus toen heeft Larissa me opgehaald en ja, zijn we eigenlijk gewoon met Shebby gaan knuffelen en is de dokter langsgekomen. En die heeft even gekeken naar hoe Shebby zich gedroeg. In alle eerlijkheid, het ging echt niet goed met Shebby. Hij kon echt helemaal niks. Ik weet niet wat er eigenlijk precies aan de hand was. Maar ik bedoel, de dokter zei dat een blinde kat, die kan nog wel een beetje zijn weg vinden. Maar Shebby niet. Shebby liep echt letterlijk rondjes, liep tegen alles aan wat hij zag. Hij kon zijn kattenbak amper vinden en toen hij erin stond kwam hij er niet meer uit. Daaromheen kon hij eigenlijk ook niet meer bewegen en hij kon eigenlijk niet meer en hij was gewoon op. En toen hebben we een zware beslissing moeten nemen om hem in te laten slapen. Dat is heel moeilijk en dat, ja, dat zou ik gewoon niet ontkennen, was niet makkelijk. Op het moment dat ze hem in zouden laten slapen leek het wel alsof hij het wist en alsof hij het ermee eens was. En eigenlijk dachten we zelfs dat hij bijna zelf ging overlijden. Maar goed, ik denk dat het niet beter zou worden voor Shebby. En het is ook geen verkeerde beslissing geweest. Maar we missen hem natuurlijk wel heel erg. Want we zagen hem echt als ons broertje. Echt, toen ik 6 was, toen kregen we hem, geloof ik. Om deze video nog iets vrolijker af te sluiten, hebben wij heel veel beelden van Shebby verzameld. Niet allemaal, maar wel een hele hoop. Want ja, met een bloggende familie om die kat heen kon hij er niet aan ontkomen. We hebben heel veel filmpjes, we hebben ook heel veel foto's gelukkig. En ja, hij is zo oud geworden en we hebben hem echt over de jaren heen, hebben we echt veel met die kat meegemaakt. Nu laat ik natuurlijk beelden zien van de afgelopen tijd, maar als ik echt denk aan heel vroeger, als ik die foto heb gevonden, dan staat hij in het artikel over Shebby. Dan, ja, we hebben hem echt aangekleed, we hebben hem in een kinderwagen gedaan. We hebben echt heel veel dingen met Shebby gedaan waar hij het niet altijd mee eens was. Ja, dat is wel heel erg grappig om weer terug te zien, dus ik ga zeker even zoeken naar die foto's. En ja, ik hoop dat jullie Shebby ook gewoon heel erg lief vonden en dat jullie, ja, ook met een glimlach naar de volgende beelden kunnen kijken. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie weer terug in de volgende. Doei! Hier is die hoor. De Shebcase. Oh, hallo! We kunnen het ook eigenlijk niet voorstellen hoe het is, ho, als ze er niet meer is eigenlijk. Je bent net wakker, of niet, Jochie? Ja, dat heb je allemaal, hè? Wij zien Shebby eigenlijk als een klein broertje die we nooit hebben gehad. En ja, als een echte soort van vriend die niet terugpraat. Want als je je verdrietig voelt, dan gaat Shebby met je knuffelen. En hij is er gewoon altijd. Ja, als je ziek bent ook, dan komt hij bij je liggen.
En dat is de cupcake. Yum, yum, yum. Zo! Nou! Ze ruikt slagroom. Wat heeft ze in de slagroom? Mag jij eerst proeven? Wat hij ook wel altijd doet, is wel heel grappig. Hij gaat altijd bij de buren in de tuin lopen, kijken, bespieden noem ik het altijd. Shabby die geniet er ook weer van dat hij weer lekker veel aandacht krijgt volgens mij. Hallo mooie kat. Wow! Ook niet eens naar Shabby chillen. Oh, Shabby!